Je wilde proberen om in de vlucht te zitten vandaag. Plan geslaagd? Ja, dat is, ik denk ook wel een mooie ontsnapping. Ik had al direct door met Taco en Luc en Arjen die mee zaten dat die in ver zouden kunnen komen. Het was ook nog wel even een paar keer proberen. Het was niet direct zo zoals je soms ziet de eerste vlucht. Dus ja, dat was ook het doel en dat is wel gelukt. We hebben nooit echt heel veel minuten voor, dus we hebben altijd wel moeten rijden. En daar merkte je wel gewoon, ook realistisch. Het is de hoogste niveau koers wat hier gereden wordt. En ja, ik denk ook die andere jongens die iets later, of eigenlijk op hetzelfde punt als mij, ook af moesten. Daar zie je gewoon het verschil. En daar moet ook realistisch in zijn, dat is gewoon nog, zeg maar. Maar daarvoor leer ik wel hier. En ik denk dat het eigenlijk heel goed ging. Arjen komt nog ver. Dus mooie ervaring. Is het je in die zin mee of tegengevallen vandaag? Gewoon het koers op zich gewoon wel heel goed. En ook gewoon, zoals nu, ik heb niet echt in peloton gereden, maar gewoon meespringen en dat. Alleen je merkt wel gewoon het moment dat de koers openbreekt. Dat het dan zo hard gereden wordt. En dat is wel even met beide beentjes op de grond. En dat is ook een beetje wat het nu, zeg maar, is. We gaan gewoon kijken per wedstrijd van oké. Wat is geschikt? En misschien heb ik de ene keer iets meer rust nodig. Heb ik dan misschien de koers meer nodig? En dan gaan we zo stap voor stap verder kijken. Want het gaat elke keer beter en beter. Als je zei 5 maanden geleden dat ik in de vroege ontsnapping zou zitten van Kuurne. Dan überhaupt starten. Dan was dat waarschijnlijk al niet echt realistisch geweest. En nu wordt eigenlijk gewoon de volgende stap gewoon de koers uitrijden. En vervolgens misschien kijken hoe ver we kunnen komen. En ik denk ook dat we een aantal renners hier in de ploeg hebben die echt gewoon steeds beter en beter worden. Het is niet meer dat we gewoon anoniem meerijden, maar we kunnen echt, Arjen, maar ook Laurens en Milan kunnen echt wel mooie dingen laten zien. En ik hoop mijn steentje daar kunnen bijdragen ook. Er was vandaag, in ieder geval hier bij de bussen, heel veel mensen voor handtekeningen en kaartjes voor jou. Hoe was dat onderweg? Hoe heb je het onderweg ervaren? Dat is wel bizar. Ik ben natuurlijk hier ook een beetje in het hart van de wielerwereld. Dus was langs de kant was het. En op een gegeven moment denk ik ook dat de mensen te horen krijgen dat ik in de kopgroep zat. Dus dan maakt het nog meer. Heel veel mensen hier langs de kant. Ja, gewoon heel, heel veel. En Tietema Mania is een beetje losgebarsten. Hoe lang gaat dit nog duren? Ja, doen jullie ook hard aan. Ik snap nu een beetje bijvoorbeeld zoals met Remco wel. Zeg maar op een gegeven moment. Ja, het gaat dan bijna over de hond, bij wijze van spreken, die hij gekocht heeft. En bij mij gaat het soms ook wel een beetje, voelt het soms een beetje gênant of zo. Ik denk van de aandacht moet eigenlijk uitgaan ook naar de winnaar. Dat was bijvoorbeeld in Turkije. En dan gaat het over dat ik in het peloton ben gefinished. En dan denk ik ook, moet dat nou? Maar ja, het is mooi om te zien dat heel veel mensen alle video's volgen. En ook een soort van enthousiasme halen uit het feit de weg die ik bewandeld. En misschien daardoor zelf ook wel gaan koersen. Dus dat is hartstikke top. Dus dan hoort dat er een beetje bij. En gaat een profwielrenner dan nu straks lekker op bed of wordt er toch ook een klein feestje gevierd? Nee, ik heb nog wat druk programma voor de boeg. Dus als er het feestje komt, dan komt dat ergens na het einde van het voorjaar. Goed, dankjewel Bas. Yes. Top, thanks man.